Naar die pensioenen en die zien dat we ook even denken. Ik zeg, wat zeg jij van die oude shotters? Dat wij zitten in de duivel of? Ik zeg, nee, hè. Ik zeg, nee, is er een balk? Ik zeg, maar vreugen was zo lang. Ja. Zeg, en dat waren allemaal krachtige mensen. En dat waren allemaal jongens die gingen allemaal werken. Die ging naar Brussel werken, die kwam thuis. Die ging trainen, die ging voetbal spelen, die had een café. Ons vader. Er werd kleine Willem zijn tegen mij. Ik heb die allemaal gekend. Vanaf 39 weet ik het tegen mij niet straal. En je zult dat doen, we hebben zo een stuk of vijf die op de klots gespeeld. Buitenspelers, dat is een boordspeler. En in die tijd was dat deal nuttig, centerscheiden. Maar je moest eraf zijn, hè? Kunnen dribbelen, dat waren de hoekstenen van een voetbalploeg. Je zult dat straks horen met welke spel de profaat hebben van gemaakt. En mannen, dat was een echte. Hè? Ik geloof dat van Max in deze ploeg, 12 jaar in deze ploeg stond. Dat wil toch zijn kampioen in 32, nooit een penalty geweest. Maar nog geen voordeel. En ook in de buitenlopen. Maar nu de penalty missen. Ik heb er twee gegeven, twee gewist. En ik weet hoe moeilijk dat is. Jos, hou dat goed. Maar ik mocht niet langer praten, want het is al voorbij. Mensen, dat wij de bruggen hebben. En de zus, dat was tegenover zo van, ik heb gezegd, die zes mannen er, klaarmannen, rap zijn, moesten kunnen lopen. En een verdediger moest groot en sterk zijn. Noem ze, degageren, hè. Vooruit en dan de rechter. En dat was, en ze zat toen willen. Dat is geen beroep voor. Geen beroep voor. Een echte, onze vader zei altijd, hè. Ik heb hem eigenlijk niet bij te spelen, want ik heb hem gekend. Ik heb hem niet bij te spelen, toen was ik nog niet gebouwd. En de zus, die werkte bij Kokes. En Tomme was vuilzitter. En Kokes was hier vuilzitter. Maar de zus, ja, schoonjob. Bij Kokes, die moest proeven. Biergoed had ik een wijn proeven, hè. Dan moet je dat van alles in de ja, maar in dingen, hè. De Tomme die zei, zus, jongen, met mijn zon en gekomen, maar zei, goed, doe mijn zus. Nee, is niet te veel proeven. Nee, goed, doe het niet, zei. En dat heeft hem tegen mij gezegd, want je zei, hij is 99 jaar gestorven. Hè? Ik ben van 35, hè? En hij kende me, want ik werd ook al gekocht. Wilmske, Wilmske, verander dat gewoon in zeden, want ik weet niet zo. En dus is hij veranderd, hè? Hij dronk zijn pintje en het ging niet. Zie, ik heb dat onze vader al gezegd. De schone plant moet op tijd behouden worden. Dat zei mijn vader. Ja, maar ik zei dat weer. De schone plant moet op tijd behouden worden. Zie je steeds al zeggen? Ja. 13 jaar. En dan kampioen in 32, is toch het? Bij internationaal. Maar waar kijk, ik heb mijn vader ook genoeg gekend, ik heb hem gezegd gekend, maar bij mij was het niet vrij. Maar ja. Dan. Het was een natig ventje. Ja, ook als voetballer. Onze vader zei dat was, laat ik ze na zeggen, pikantig. Hè? Ja. Dat was A. En echt ook weer van die klaarmannen, rap. Ze zei de rechter. En hij had wel twee plus, hij speelde naar zijn inside, hij speelde extreem. Maar het was een geweldige in 1932. Maar ik heb hem gekend, het meest niet als voetballer, maar als cafébaas. Want ik ging hier altijd met mijn vader naar de cinema. Ja. En het was een aardige in een café. Hè. Dat was geen... En weet je wat? Mijn dochter moest beginnen voetballeur vrij. Dat was nog het ergste. En mij, ik ben niet blijven gaan. Hè. Wel er iets gezegd, maar gaat ze mij nemen? De feestje? Ik had geen kans. Wat we zijn zoals ze nou doen? Nee, jij ja, jaren jonger, hè? Ja, dat is niet goed, dat zal je. Mannen, hier de Jos Dankers. Hij had een baan al. Ook kampioen in 42. Dat is al de zak I32. 173 goals. Ik geloof dat er 155 met zijn kop was. Je ziet dat, hè? Bezeten ons, dat is kut, hè?
Die had een nek. En dan zei ze, de nek. Maar het was goed voor mijn aardig. Die kleine mannen werden alle vader en zo gezond te zwemmen. Centers, droom, zei, klaar, rap, snel dribbelen, vuil de gauw, om met zijn vrede te vertellen. En echt, dat was net. Ik eet er iets, weet niet, met mijn verkrankel of 93 gauw gemaakt en zelfs met 52. In één ding. En die mannen, want het was in een tijd veel gemakkelijker. Hè. Stel tegen 2 verdedigers en 5 vuistspelers. Was je nog meegemaakt, zong altijd alleen jij. Voor mij mocht je niet groot zijn op de zaken. Hey, dan moest ik voor vaak kunnen gaan in het centrum. En hij leidt aan de Jos, want je zegt hier ook. Tolken is zus. Die was toch even dan Jos, hè? Ja. Als hij ging supporteren, dat was echt. Ja mensen, deze, dat is een deel mee. En ik heb altijd horen zeggen, want het is kampioen 32, topschutter 1-32, beter dan dat hij zeker zo goed was aan de kraam. Maar hij heeft maar enkele jaren kunnen spelen, want hij is opgeleid aan zijn meniscus. Allee, kreeg meniscus, opgeleid konden ze niet. Want ze hebben allemaal, je hebt allemaal de café van een bizar, hè, wel eens. En was ook geplokken. Ik ken ze niet, had hem een staaf binnen. Maar dat moest een geweldige speler zijn als centervuur. Het was geen grote, maar het had een geweldige uitdek en een goed shot. Maar hij moet 3 jaar, ik zeg het hier, hij heeft maar 3 jaar gespeeld. En dan is het op het zuur. Dus spijtig, maar ja, je behoort erbij. Ja. Kampioen van België, het eerste jaar, hij wil wel wat zeggen. Ja, ja. Want als ze kampioen gespeeld zijn, dan in 1906 zijn ze gesticht. Hè. En in 1927 zijn ze naar de eerste klas gegaan. En 3 jaar later was ze kampioen. En dan moeten mensen wat leren. Dat is mijn mooie. Maar ik heb gezegd, zeg, eigenlijk moet ik over de bloemen zeggen, de ferme bloemen. Hè. Ja, ja, absoluut. Ja, dat is de Martin, de tennis, de graaf. Die heeft van alles gedaan, hè. Maar je ziet, hij heeft ook café gehad, de tennisvrienden hebben we klaar geplaatst. Hij heeft de metten stond, met sloeven, schone. Hij is droogmilitair geweest. En we falen zo. Het was ook een bak. Een bak, ook kampioen in 1942. Ook een goeie traptechniek. Ook militair internationaal geweest. Het was een bak die dan toch ook, moet men zeggen, ook 13 jaar in die ploeg gestaan. He. Je zult dat door. Iene die geen 10 jaar die net heeft tegengekomen. Of een ander. Maar dan was allemaal boven de 10 jaar. Dat is normaal. En nu is de voetkamer, dan hebben we wel. Nee, als je dat hadden, want ik heb geweten, hè, en niet lachen. Hè. Nee, dat moet wel. Als je voor de spelers komt kopen, die krijgen reisonkosten. En dat waren 2 mannen de Weert. Die woonden in Kessel. En die kwamen altijd met de vrouw. En die vroegen reisonkosten voor alle fietsen. Die krijgen 5 frank per training voor alle banden. Dat is echt gebeurd. En dus. Het is een rijden van te zeggen, kom, we blijven maar leren. Ja. Wel een hoge fout, wel een notte. Is dat allemaal te vroeg? De seks nog liggen. Dat is op de bek. Op de bek, hè. De vader van Fronske neer. Ook weer de kleine, de rappe, centre. Dan moest je hem hebben, hè. Maar hij is niet lang. Hij moet 6 jaar bij de leerschool niet gekozen. Niet omdat hij hem niet kon volgen. Maar dat is gelijk na. Als tante denk ik, of heb ik gehoord, dat hij de vuilhoofd aan bieren. En dat mag niet. Als hij met de vuilhoofd in klinisch slaat, er was maar één die er tegen hem. Dat was mijn vader, maar hij ook 5 jaar te kut gespeeld. Want de vader leerde hij het vastpakken. Maar de vader van Fonske was misschien te braaf. Maar die had andere ideeën, die is toen een sportgeschalle weggegooid. Die heeft hem ook nog hoeveel jaar, Fons?
als het ondernodig was met een trein. En dan is hem de kinderen gewoon, ja. Dan kan je niks uit, gewoon dat de veer was. Ja, dus als je bij de eerste begin 10 jaar gespeeld hebt, dan is er toch iets tegenkomen met zeur of met de bazen in conflict liggen. En de vuil heeft niet net wel wat te zeggen. Hè. Dat is een grote man. En dat is de reden dat hij maar 6 jaar in deze ploeg staat. Hè. Dat is precies. Zeg, vertel me, met sigaren? Natuurlijk. Ja, ja. Ze zijn allebei een sigaren. Allebei een sigaren. Ja, het is spijtig, maar ja, kom. Maar Fons, het trekt wel wat op bij, hè? Ja, dat is even groot. Hier mogen we zeggen dat we bij de veteraan staat, hè. 1898. Dat is de vorige eeuw waar we zitten, hè. Ja, ja. Ja. Dat was de 19e hier, zei ik. 20e, ja, dat is juist, hè. Ja. 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 98. En die noemt, ik weet het niet, maar waarom zijn ze de witte tijd? Dat dan een blonde was. Als we het tegen ons witte zeggen, ja, toch? Ja. Maar het was een ding, hè, hoe kampioen 32, de oudste op het kerkhof. Hè. Die liet, dat is de oudste van de leefste. Hè. En er was een familie. Bedoel, ze kwamen nog bij 2 samen, hè, maar Jean Breus, die in de jaren 20 in de Gouden stond, Carlos, zeg maar, en dan kwam ze weet nog een. Dat weet niet, hè? Maar waar, hè? Ja, maar dat was een onkel over. Dat was een onkel over, hè? Maar het was ook weer een botenspeler, ook weer die speciale kwaliteiten van Raf Snel, centerke. En hij was wel bekend voor zijn techniek en hij is 16 jaar in die sport. Nee, dat hij was echt 16 jaar, dat is 16 en ik hoefde dingen. Klok, keerboom 17 en vuur of 10 en 20. Dat waren toch de mannen die het langste. Ja. Maar ik denk dat het langste, alleen ik denk dat zo, dat waren de mannen die het laatste een verlaag hadden. Dat is dan wel te voet komen. Ja. Mensen, dat is eigenlijk hier. Met daar de prijder, de tweede oudste die in de is van 1900. Was een vuurspeler, maar ook kampioen in 32, later is hij nog trainer voor de Leerse. En eigenlijk heeft hij, de prijder, de schoonste jaren van de Leerse. Als mijn naam wist te leven naar de Leerse, dan had hij geen kampioen gespeeld. Dan ga ik de naam dichter doen. In 39-40 mobilisatie, toen Leerse niet is, zijn die de competitie afgelast. In 1941 waren het 2 rijks, A en B, gedeeld, Brussel, Walen, Antwerpen. Leerse kwam hier staan, en als hij gelijk kwam hier staan, dan speelde hij de finale. Leerse heeft hij gewonnen op de Union, en dan was hij officieus kampioenschap. En dan 1941-42, dan zijn ze kampioens. En dat is allemaal onder Medard de Preter, de vader van Staf de Preter. Ook een cafébaas. Hij had genoeg trainen, maar niet betalen. Ja, ze krijgen een vreng. Dat was alleen ja, spontaan, willen waren leerlingen. Je moet ook altijd vernietigd spelen bij de lezen. Dus, je ziet dat, dan sleep je een keer rond. Niet eens keer dat ik betaald van de lezen. Kom koffie erbij. Omdat je zij er nog opkomt, durven we het ook niet goed zeggen. Die heeft eigenlijk verraad gepleegd, die zijn broer, zijn een onkel. Dus je trapt met een van de leren. Ah, wel ja. Ja. Toen was het wat zeg maar. Ze zijn geen rechter. Ja, maar ik denk dat zeker niet. De leren en de lezen zeg. Ja, ja. Maar die heeft verraad gepleegd zijn een oom. Die heeft nog wel en die trapt met zijn die trouwde met iemand van de Vijken. Ja, en de Vijken, dat waren ook geen zin. Nee. Maar nee, en dat is de gommer dan. Die is ook wel. Die ook wel een tijd in die ook, maar die had heel veel talent, 8 jaar in die ploeg, café gehad, bij kokers gewerkt. Je kunt zeggen dat vroeg gestorven, waarom? Je kunt dat altijd niet zeggen. Maar die had heel veel talent en dat was het tegenovergestelde van die andere buitenspelers. Dat was een grote, sterke vent, goed kop wel. Die anderen waren wat kleiner, wat rapper, maar hij is blijven hangen eigenlijk. Na 8 jaar. Ja, dan was dat in de periode dat ze moesten verjongen. Hè. Het was niet ongeveer, want het was 17 jaar dat hij in deze ploeg kwam, in de kampioenenploeg van 1-42. Dus er zat veel talent in. Maar ja, ze breken allemaal niet uit. Hè.
We hadden meer geluk, hè. Maar wel krijg je goeie raad. Ik denk dat, hè. Want ik zat er bij op de bureau. Om de kraan was het toch regelmatig. En dan gaat er nog café, hè. Dat ik zeg, goed, we wisten, ja, ja, het smok te zijn. Op de hoek van de vier. Van de vier. Van de vier. Ja, dat ook. En zijn voorliefde was vissen. Dat was de goede vissen. Ja, echt waar. De vier is even niet. Dus, nee, maar dan woonden op die hoek. De meeste van de jonge mannen in die tijd, dat we jong waren, zou ik zeggen, die café, de neffen, wie was dat? Tilleniest of niet? Pachter. Dat was die serveske dat er zat. Ja. We hadden hem allemaal, hè. Ja. Dat was die eerste café, die serveske. Ja, mensen, Arthur Hendricks. Ook 7 jaar in die school gestaan, in 32. Een hele goede techniek. Maar wel zijn ze altijd de teuf. Jongens. Hij is alleen niet vroeg gestorven, maar hij is vroeg gestopt met shotten, die was te braaf. Ja, ja. Onze vader zei altijd, die mocht een vuil, hè. En van vette spel ging die nu praten. Excuseer, zei hij, want ik speel bij de andere ploeg. Allee. Ja, echt waar, die was altijd het spel dat een vuil mocht kiepen. Hij niet meespelen, hoor. Ja, nee. Dat was, maar die was zo braaf. En dan is hij in de selectie gekomen, bestuurder gekomen, daar kon hij geen reuze mee maken. Ja. Maar die zei altijd tegen ons, mannen. Allee, tegen mij, probeer geen ene fout mocht, dat is te veel jongens eigenlijk dat waar. Als je een fout mocht, dan geef je de bal aan een tegenpartij leiden. En dat is juist. De mensen beseffen dat nou niet, die spelers. Hè. Ze maken een fout 4, maar een bal is voor een tegenstander. Ja. En dan toen zei dat mag niet zijn. Hij was een hele goede technieker, ik kende heel veel van voetbal. En het was de feuze geweest, de eerste leraar. Het was één in heel leer die er tegen was. Vergadering, al ik mijn vergadering. Wie is tegen de vuizen? Door zijn andere moe. Wie hij gaat verloren, zo. Het is duidelijk gegaan. Maar ze waren er af vanaf voor nog 3 jaar. Mensen, dat is zoals Fitz, een doelwachter. We hebben er maar 2 liggen, 2 kippers. Maar het was een goeie. Hij had 1 gebrek. Hij wou geen handschoenen dragen. Nee, in dat hebben ze van die zo handschoenen. Hè. Geen wanten, hè. Dat is gewoon mijn vinger. Hè. Want ik weet nog, ons motor had hem moeten verbraaien. Ons motor kon goed braaien. Hè. En ik krijg een manschoenen, maar hij moest dat nemen. En die had een likeurwinkel, chocolade, en dat leverde dan ook weer in cafés. Maar het was, soms zitten ze, gezien, hè, een dromer. En we spelen tijd een handlicht. Het is, ik geloof 6 broers of weet ik weet niet. En je hebt de tribune gezien, die auto tribune. En vandaar Valet, die geeft een center. En dan zie je, gewoon even de goal. Dan vond een bal niet. Ik zei, je lag erin. Dat was over, dat klopt. En van toen riepen ze, het was ook een dove melk. Als ze speelden, hè, en dan kwam ze in, Jost, pas op, de doven zijn er. En dan, maar Jost pakte die een bal in, hij was dan weg. Maar dat was, Jost. En zijn klaksken op en alle cafés zeiden, maar ja, kon geen snelle vader misschien, maar hij heeft geen sigaar, het was snoep. Hè. Heb je dat meegemaakt? Dat is mijn vader, dan de keeboom en de vuurhoofd. Je ziet, niet oud geworden, dat is ook een cafébaas, maar oké. Okay. Dat was een voetballer, hij had ook 17 jaar in die speelveld. Als we nou zeggen, hè, dat was een spel, dan gingen ze naar de voetbal. Zo'n techniek. En die vindt die liep bijna niet, maar dat was overal. Hij dat was had 2 bakken in het midden, die moest alle ballen krijgen. Hè. Was dan bij de linksnoot, bij de rechtsnoot, Karel verploste ze, was altijd in beweging en hij had een geweldige goeie pas. En vuurhoofd, dat zijn eigenlijk moeten zeggen dat hij de leerste op de kaart hebben gezet en gezegd, dat waren 2. De Karel was Flegme, goed voetballer. De vuurhoofd was, als hij zijn maven opschroden, dan zat er tegen die, dat was oorlogvuur. Maar de deze, dat was eigenlijk, die voerde oorlog met zijn benen. Als, na de gaven schoon, hè, ja, dan moesten 4 lagen op doen. En dan die Boussoufaye, doet hem maar een lager. Ik kon niet schotten gelijk in deze. 32, 2 vierde kampioen.
speler van de eeuw, de laatste MD speler van de eeuw gekozen. Ja, dat kon niet anders. Misschien niet verkeerd hebben ze doen, want allemaal kent hem. Dan, wereldbeker drie keer in de wereldbeker, doe het maar. Had 64 matchen in de nationale ploeg. En toen speelden ze twee matches of drie. En dan oorlog erbij. Hè. Dan hadden ze na niet meer, spijtig genoeg dat ik het moet zeggen, de Kalmans had niet geen recordhouder geweest. Dat is toch ook weer hier van de leeftijd. Ja. Maar 529 matchen in die eerste ploeg. Ook in, want die heeft ook in tweede klas gespeeld. Vuiters kampioen zijn geworden in 32. Hij is in 27 in dat ding gekomen in de ploeg. Hè. Maar de Vuiroef, dat was zo een. Ik herinner me, en ik weet het, hè. De Langenus was dat bitter op hun jongen. En stond met 4-2 achter, in een kwartier te spelen. En dan zei Bernario, het is nog niet gedaan. De lang nog zijn kwartier. En hij zei, nee, man, ik ga weer wonen. En toen van de plagger. Maar die kon zeggen, hè. Ik gon ervoor, maar het was oorlog, hè. Ook ofwel. En dat durft ze goed achteruitkop met hem verhaald. Als er iemand is aan de niks, dan die doe ik not, gebruik het uit. Maar dan krijg je hier een kaart van, wat zat ik in het hotel? En dan zei de natuur, ja, die is toen in de weg. En dat is juist, hè. Die kop achterover, ik zin toch niet. Hè? Maar het was gewoon... Jack, die had jij bijna als trainer kunnen mee, want die tekende als kadet bij de leerste. Onder voorhoofd. En dan krijg je een voetbalkoers. En ze hadden er geen vrouw. En ging al leren. En hij tekent daar onder de naam van Hoof. En dan krijg je de schoenen. Nou, blij, hè. Maar die moet ook van te spelen inzetten. Dat is iemand van ons. En dan is de lezer die teruggenomen bij de leren. Of die had bij de leren gespeeld. Die heeft 2 jaar bij de leren gespeeld in de jeugd. In de jeugd, hè. Bij de scholieren en de jaren in de maar de leren die durft niks zeggen, hè. Ja, je moet hem terughalen, al goed, hè. Daarna, want als we aanzetten leren, zeg spijt me, alle hele misschien, hè. Ja, die heb ik het beste gekend. Het was geen zin. Niet dat je nou over mij weet, hè, maar ook een van die drie Charles van de beste halfslaan van België geweest. De drie Karels. Dingen, Keeboom, je weet nog. Dan Kokers en dan onze vader. En onze vader was misschien niet de technische van die drie, maar het was een keihard. Ik ging zelfs hè, met de nationale ploeg trainen en ik had er van de stop. En die zei tegen mij. Zijn je familie van Karel Willems? Of ja, ik denk dat joh. Zij is mijn vader, die jongen zei. Ik speel bij de Union, zei hem links en oud. Ja, dan de halve pak niet stand, dan ik zei maar. En ik had aan de andere kant van, daar had ik echt schrik van. Hem, zei. Zei die nooit niemand niet zier, dan niet zei, maar als ik het er tegenleef, wel zei. En onze vader, zei nog niet tegen die lui, wil hem dat niet willen doen. En dan springt hij in een nulgang over die balustrade. Mijn vader bezet, ik pak die bij zijn kroon, bij zijn broek en zet hij er terug aan. En Bart was dat bitter. En die leefde in, Charles, hoe gedaan, joh. Over een jaar. En in Holland, een speler onder die zagette stemde, Rookaart. In die tijd was niet, dat vonden de mensen plezant. Ja. Maar, goed weten, ze zeggen onze vader was een sterke, dat geloof ik. Hij gebokst en gelutaird. Zondagsmorgen als kindervoetbal nog 8 euro nog eens. Dat was een zoltje. Ja, ja. En dan ging hem zien en als hij in te kort was, sprong hem in. En dan kwam hem toe dat hij een koekkaart op zijn oog had. Of had geluteerd dat zijn rug daar is hier. Al goed dat ik zo niet geworden ben. Ook van de drie Charles. En 18 jaar in die eerste ploeg, ik vergis me te strak. 17, 18, 21, dat wil ik wel zeggen, mannen. Ook café geven, Christian, café geven ook. Jij hebt wat café geven, niet als kind, hè. Ik kook het, niet altijd plezant. En ook 350 matchen in de gesproken, hier van de drie Karels. Dat zou nou een moderne middenvelder zijn. Aanvallend gezegd. Goeie pas, diep gaan, steun geven. Echt een moderne voetballer. Hij die slecht dingen gekregen, dat is... Op een zeker ogenblik was in 1948, al die oude mannen waren weg, de Goeie,
En dan komt de jeugd, die denken dat ze goed zijn, maar ze zijn niet goed. He? En dan zijn we gezakt. En toen was de Klokkers trainer. Verplichtend trainer te spelen. Want ze zeggen, Charles, jong. En mijn trainer spelen, jongen, dat ken ik niet, of mijn iemand anders niet. Je zat de oudste, de vuurhoofd was er ook, maar die deed dat niet. Ja, okay. Alleen zeggen ze, je zegt als het niet waar is, moet het wij te zeggen. En dan was er rij, daarna was er rij. En hij zei, je mag, hij moest voor niet trainen, hè, was gegeven. Je mag de was doen van heel de sport. Als hij tegen Karel, we hebben wel eens nooit niet betaald. Ja, dat waren wij. Hè. En dan heeft hij nog een hele grote flater gedaan. Een hele grote flater gedaan. Hij had een ferm dochter en hij geeft hij toch aan de leren zeggen. Vandaar, aan ieder van de leren. Dat is de eerste keer dat de leren tijd leers gewonnen is. Dat zei jij, het is jou niet meer getrouwd. En dat is het nadeel. Ja. Want ik kwam bij jullie, maar je moest mij niet hebben. Fijne man. Verstandige man. Hij hield café onder Stase. Naast Stevens. Stevens was een van de aandeelhouders van Emile Stevens. Dat was een van de aandeelhouders van de Sportkring. En Karel was een van de drie Karels. De middellijn. Misschien de beste middellijn die België ooit heeft gehad. Een van de drie Karels. Heeft 350 keren in de eerste ploeg gestaan. 350 keer eerder. Ik herhaal het, 26 matchen. Hè. Hoe dikwijls, hoeveel jaren moeten dan in de eerste ploeg staan? Hè. En in die tijd waren er geen reserve. Er waren 11 mensen die kwamen op. En er was geen reserve. Hè. Die speelde. Wel nu, Karel, 350 matchen in de eerste ploeg. Dan wat dat er weinig mensen weten, is dat Karel Klokkers trainer heeft geweest bij de Koninklijke Lierse Sportkring. Karel Klokkers heeft speler-trainer geweest van juni 48 tot eind van dat jaar. En dat is gekomen. De Sportkring zat aan grond. De Sportkring stond op het faillissement. Ze waren gezakt dat jaar. En ze moesten een hele hoop oude spelers wegdoen. In die tijd was het niet mogelijk van er nog transfers binnen te halen. Dat bestond bijna niet. Dat was voor een appel en een ei dat die dan, en dan voor bewezen diensten dat die weg mochten. En dan gingen die naar een ander, bijvoorbeeld de Voorhoofd of Montagnier. De Kale Klokkers is gebleven, want die man die dacht, als ik 35 jaar ben, moet ik nog leven, moet mijn huisgezin ook nog leven. Mensen, dat is Christiaans. Hij is toch niet in de noem terug. De fondsrijden, hè. Dat is eigenlijk de beste kipper geweest die geweest is. In die periode, ja. En Zijkroep van Laan, was heel goed. Die 12 jaar in die spul stond en dan is hem gestorven in Mortsel. Bombardement van de Nerla. Zat hem te vissen en er was er nog een baan, een jonge speler, uit de Meutemiet, Vervoer. Die zijn ook in het bombardement gebleven. Maar je ziet, dat is eigenlijk een zerk ding dat die voor eeuwig heeft staat. Dat is voor een begrafenis. Maar het was een geweldige keeper. Hij is zelfs in A-international geweest, 5 keer geloof ik. Dat was in congres met Badjo. Dat is echt. Christiaans. Hij heeft een lange tijd de beste keeper van België geweest. Hij heeft tijdens een internationale match heeft een accident gemaakt met zijn hoofd tegen de paal. En heeft daar bepaalde zaken van overgehouden. Hij was de rapste van die kampioenenploegen. Hij liep die verloren, hè? Frans Christiaans. Het was een atleet tot en met rode draad, bier, kijkers. Hij heeft gewerkt bij kijkers. Hè? Spijtig genoeg, als hem onder stellen was van die kwetsuur, van die schedelbreuk, dan is hem tijd in Mortsel gaan werken en daar is hem doodgebombardeerd in 1942. Frans Christiaans. En Frans Christiaans
Sorry, maar dat was een man die heeft 5 keer in de nationale ploeg gestaan. Hij heeft 261 keer in de eerste ploeg gestaan. Dus dat wil wel een beetje zeggen. Hij heeft dus 5 keer in de nationale A-ploeg gestaan. Hè. We spreken niet over B-ploeg en zo, want dan zitten we aan onbekende cijfers. Ik heb die leren kennen eigenlijk heel goed. Als hij een boek gemokt heeft van het leerst 80 jaar bestaan. Was hij de man ver. Hè? Want in ook de slotte, die heeft ook 15 jaar in die spul gestaan. Bijna is hij internationaal geweest en ook kampioen in 42. Maar de Maries, het is heel gevallen. Zo, een simpele jongen. En het was ook een extreem, maar dat was aan de mie van de heer Aftemor. Het was meer op techniek, want het was een rechtsvoetje en hij zei, tijdens een trainer mag niet op links spelen. Al zei hij van de zeukmogisten. Dat was zo slim, want een plotse keer voor zich in de nadden. En we speelden tijdens een ander licht. Wij tijdens een ander licht. En het is 6 bros voor een ander licht. En hij mocht een goal. 6-1. En je hebt een oude tribune. En het was juist langs een berg. En dan springt naar omhoog. Ja, de andere spelen ze. Het is 6-1 voet. Ze gaan er niet in. En hij verschiet. En dan loopt nog een tribune, de lengte van de tribune, hij komt terug en verder neer de tribune doet hem zo. En dan gaf hem zijn eigen hand. Dat is het verhaalte van een bobbes. De bobbes zei dat eigenlijk. Wel, dat was een sympathiek manneke die het is. Dus. Maar hij ook een goeie voetbal als je 15 jaar in deze ploeg stond. Ja, dat is en dan komt het. Dat is hier Maurice van den Einde. Ik heb u gezegd, we hadden verschillende schooltypes van mensen. Ik spreek niet van voetballers, ik spreek van mensen. Dat was één. Die zou zijn leven gegeven hebben om mogen mee te spelen. Hè. Hij is begonnen als buitenrechts, rechtsvoetig. En omdat de Liersen in die tijd weinig linksvoetig had, heeft Maurice linker buitenspeler gaan spelen. En als je dat dan doet met mensen als een dankaart en een voorhoofd die de meeste doelpunten maken met het hoofd, ja, dan moet er iets voor over hebben. En als we dan zien dat we er en dat we gisteren meegemaakt hebben op de eerste ploeg, dat de laatste seconde een corner en dat de keeper komt aangelopen en dat hem bijna onder grote backline is en dat hij een kleine extreem dan een corner afgeeft op die hoogte. Ja. In die tijd, bij die mensen, bestond dat niet, hè. Want als die dat moeten doen, die hadden van schaamte 14 dagen niet op straat gekomen. Hè? Ja meneer, dat is zo. Die mensen die waren met hart en ziel. En Maurice heeft heeft 274 keer in de eerste ploeg gestaan, jongens. 274 keren. Hij heeft 73 doelpunten gemaakt. Het was een buitengewone clubspeler. Hij deed alles voor de club. En het is ook de man, hij alleen, die in het jaar 86 het boek uitgegeven heeft, Lierse 80 jaar. Hè. Heeft er weken en maanden voor rondgelopen voor foto's en teksten. En dan voor het geld bijeen te krijgen, voor het kunnen uit te geven. Hè. Die man maakte geen lawaai, maar hij deed het. En altijd vriendelijk en joviaal. Maurice Bobbes. De Bobbes. Bobbes. En dat is de Guus. Werkt ook bij Kokers, maar in de steenbakkerij. En deze zin ook 8 jaar in die sprong stond. En die was een bak zo, ze noemden hem de cowboy, omdat hij zo rudimentair speelde. Tot daar, niet verder of dood. En die stond juist achter onze vader. Als onze vader zijn mistrapte en die was weg, dat is niet Charles, hij zou hem wel pakken. En, ja, dan, langs die kant kon hij niet uit. En dat was de Guus toen echt nog geblokte. Dat was tegenovergestelde, die kon
als we terug naar de zus van den Bossel, die kon erin. Razenbroeken, daar hebben we een duivel. Die kon in de zus in, maar het was een kei-ette vent. Hè. Hij had zijn gat in zijn, gat in zijn kop. Hè. Dat speelde geen rol. Vet doen, hè. Doe een vet, zei het in. Maar kei-het, rudimentair. En daarom heeft hij misschien maar 8 jaar gespeeld, want ze werden er wat verlegen voor. Ze spelen, die mannen die hebben al, ze spelen op de Union. En ze zijn er gewonnen en Union was een heel goed ploeg. Hè. En die cabine die zijn ontstraat. Wel met grote vuil. Als je erin gaat, Dudenpark. En die supporters met stuien en alles op die roten. Hè. En dan met onze vader. Die zei, onze vader was voor de aanslag. Guus, doet de venster open. Hè. Als ik zeg ja, en onze vader, dan niet meer water. En die is toch klaar. De Guus doet de venster open. En onze vader, giet dat uit de venster. Hè. Dat was gedaan met stenen gooien. Dat was gedaan met lawaai, was gedaan. Maar dat waren mannen die... Ja, dat was folklore, ze noemden ze folklore. En die durven aan zijn, onze vader was er altijd bij. Erg, als je dat moet vertellen als zoon. als ik nu ga onze vader wist, hè. Nou, ik 40 jaar geschot, hè, want dit is... En de Guus was dezelfde, want die werkte dan in steenbakkerij bij koken. Hè. En die was zo sterk, hè. De meeste mannen die gamden, noemden ze dat. Hè? Ja. En die leidde ze in en de Guus die pakte naar recht. En dan zei de koken stijgen en Guus, je zat toch een trage. Zo. Hij was iets te vuil neer dan de mannen. Ja, en dat is onze laatste mannen. 59-60, dat je kunt nou zeggen, die net heel zijn leven met de Leerse bezig geweest. Hij kampioen in 60. Hè? 3 keer of 4 keer de trainer geweest. Hè? En dan ook nog terreinverzorger. Maar dat is een zwak punt. Dat is een bangrijk. Niet een shot. Want de vazine die won zijn in, die had ouders. Hè? En die liepen. Ja, bij ons zit dat in het laag. Bij de wist lag dat er bovenop. Die winnen zijn in. En dan ging hem ten oorlog. Hè? Maar we gingen naar Barcelona, shot, kampioen van België. En we speelden in Barcelona. En we stapten in het vliegtuig en de Guus zei, nee mannen, ik kon niet mee. Ik zei, je moet mee, want ik heb het aan van de ploeg. Ik was de oudste. En de Guus, die zit aan die zetel, die deed zijn ogen toe, sleep niet. Hè. En we kwamen in Barcelona na 4 uur en deed zijn ogen al. Zo'n schrik. En dan hadden we zo wat van de noemen. Luchtzakken? Termolien of zo? Een beetje verder. Maar oké, als we teruggekomen zijn en ze een pikeur moeten geven, of dan ging de mij terug naar in Barcelona blijven. Maar dat was de grootste grap, maar dat was de trainer van de Leers. En ze speelden een aantal dingen, de UEFA-beker. En ze moeten naar Milaan gaan, de naast trainer. Ik kon niet mee zijn, ik blijf toch steeds zonder trainer. Ik kwam in die vliegtuig inzetten. Gedaan. En dat was het einde van de Guus en dan is hem eraan. Dus, dan moest hem alleen maar op de gistmachine zitten. Ja, de Guus, dat is... Ja, maar dat was daar iets anders. Hè. Wel kopte nog tegen zo'n grote bal met een nestel, gewoon net. En als je die op een kop kreeg, dan hadden die mannen van echte stongen, langs een bos en een tennis, die shotten die een bal weg en gaan misschien mee op een kop pakken. Ja, dat is allemaal niet, het is niet te leggen. En dan zeggen ze, die werd een mens, ik heb gelucht, ik heb mij zwaar en lucht, ik word half in mijn ding. Omdat de Guus eerst en vooral een eenvoudige jongen was. Is begonnen als centervoor. Men heeft die genalen op kloosterrijden in de straatploeg. Zo van over heeft hij aangetrokken en hij is begonnen als centervoor. En dan is hij naar de hout gegaan en als Bertolander gekomen is, dan heeft hij er een half bak van gemaakt. En die maakte er een half bak van, want die zei, jongens, zeg de Guus, maar de linksen is niet goed. Guusje. Die een bal, hè. Een beetje naar binnen en dan met even rechts zo'n bananenshot en dan kan die een extreem. Het was koekenbak en Guus is half bak beginnen spelen en blijven spelen. Maar dan nadien heeft een treinverzorger geweest, hij deed al het werk van de Vermeijen.
Ik wil net samen trainen zal ik geweest. Maar de Gust heeft dan nog trainer geweest. Ja. Tot 4 keren toe van de eerste ploeg. Ja. Als eenvoudige, simpele jongen, hè. Je moet het maar doen. Maar er is iets, en dat mag ik niet vertellen, en daarom vertel ik het. Ze moesten naar Milaan gaan spelen. En de Gust was trainer. En de Gust zei, ik vlieg van mijn giel niet meer. Hij is niet mij geweest. Dat is echt gebeurd, hè. Gust had schrik voor te vegen. En dat schijnt. En we hebben daar, ik mag dat niet op saleer zeggen, afgetrokken. Maar ze hebben op een bepaald ogenblik die daarvan die van dat vliegtuig open gedaan. En daar had hem zo'n schrik van gepakt dat hij zei, ik kwam nooit in een vlieg. Dan hebben ze geprobeerd met pilletjes, met van alles. Gust is niet mijn. Zou de kokosbeer moeten krijgen? Zou de kokosbeer moeten krijgen? Nee, Gust, hè, dus je weet allemaal, Gust is dan gestorven. En hier hebben we een andere Gust. En dat is Gustje Verzwijver. Een gewone jongen. Hij heeft ook bij kijkers gewerkt. Men had hem dan een job beloofd aan de stad. Dat is er niet van gekomen, omdat dus na 45 de gemeentes begonnen zich te ontwikkelen en ze deden dit en ze deden dat. Ze hadden personeel nodig. En in die tijd was het een goede partijkaart en je dat benoemd. Nou, nog zullen we wel. Dus, dus, de Gust. Ja, maar hier is serieus blijven, hè? Ernstig blijven. Hè? En, dus, de Gust werkte bij kijkers, maar hij had graag. Hij werkte daar in de steenbakkerij. En dat was niet min. En de Gust had graag aan de stad gaan werken en ze hadden hem dat beloofd. Ja, maar natuurlijk, het bestuur veranderde van kleur en rood en de zijwijpij, dat ging in die tijd niet samen. Dat hebben we door lichaam moeten halen. Dus, en de Gust was kwaad. Gust was een acrobatische bak, zoals Fons van Brandt. Ja. Werkelijk acrobatisch. Was heel lenig, was heel snel en daarom, spijtig genoeg, noemden ze hem de cowboy. Ja meneer, dat is waar. Dus als je zijn dochter en je zegt, met me naar de cowboy zijn graf geweest, dan zal ze... Horen mij. Ja, nee, de geer, want zij houdt ervan. Ja, dat zeker, ja. Maar ik zeg maar, Gust was ook een gewone mens, een simpele mens, maar een schone mens. Hmm. Gust Verzwijver. Hoe lang dat hem in de eerste ploeg heeft gestond, zat er weer niet bij. Zullen zien. Die heeft 108 keren in de eerste ploeg gestaan. Hmm. En hij heeft 22 matchen van de 26 in de kampioenenploeg gespeeld. Dus dat wil ik wat zeggen. Hmm. Deze, bedankt voor de aandacht. Ja. Robert. Ik denk dat het aangenaam was, zeker. Ja, van, hartelijk bedankt. Ik heb... Elke gegeven wat ik wist. En die geeft wat de mij... Is weer dat opleveren. Een applaus voor de gegeven. Ja. En een applaus voor de allemaal. Ja, goed georganiseerd. Dat is dat je ook zou denken aan die andere mensen van de sportkring, van uw club. Dat je die ook zou gedenken hier op dat kerkhof. En dan kunnen we zo rustig naar een samenkomstplaats gaan. En misschien hebben ze er nog wat koffie op geschonken of zoiets. Dat weet ik niet. We zullen zien wat dat organiseert. Dikke proficiat. Dikke proficiat.